We zijn lekker in kleur. Moet ik even mijn trui aan doen? Nee. Ik heb een zwarte trui aan. Wij gaan vandaag ons haar bruin verven. We hebben allebei, nou Roos nog blonder haar dan mij. Is echt heel blond meisje, een beetje van alles wat. Maar we gaan het nu dus middenbruin verven. Het is gelukkig wel uit wasbaar, dus na 3 wasbeurten ongeveer is het er helemaal uit. Want stel dat het echt niet mooi wordt of zo. We hebben morgen wel samen stage in de spa, dus ik hoop dat het er wel een beetje goed uitziet. Ja, we wilden het eigenlijk allebei wel eens een keer proberen gewoon. Maar we durfden het niet, dus nu gaan we samen, want dan lopen we samen. Gaan voor lul. Ja, we moeten ook samen in de spa morgen. Ik heb het al een keer gedaan met donkerbruin, toen is het echt zwart geworden. Dus we hebben nu middenbruin in de hoop dat het gewoon wel een mooie bruin wordt. En jullie mogen meekijken. We gaan zo meteen eerst ons haar eventjes nat maken boven. En even een oud shirt aantrekken. En dan gaan we het hier gewoon... Ik denk dat we het best misschien bij elkaar in kunnen doen. Oh ja. Dat je dan het best kan zien. Oh ja. Ga ik even kijken of een handschoentje, want anders zijn hier ons handen bruin. Ja, die zijn toch al bruin van de spreten. Jongens, ik heb net een spreten gedaan. En ik ben echt gewoon Trump. Zelfs mijn wenkbrauwen zijn gewoon oranje. Dus let niet op mij. Maar misschien is het straks wel lekker voor weer. Ja. Dat is wel mooi. Oké, we gaan het... Oké. Wij gaan boven even ons haar nat maken. We hebben ons haar gewassen. Of nou, nat gemaakt. Dus moet ik allebei even lang laten zitten of niet? Je moet gewoon sowieso laten zitten. Oh ja, oh ja, dat was het. Oh ja, ja, dat maakt niet uit. Maar het is handig denk ik om bij elkaar te doen. Ja, misschien schot ik wel vast aan. Oké, ga jij het eerst weer bij mij? Ja. Ik heb wel vast mijn haar een beetje. Zo, jij hebt kleine handen? Nou, deze krijg ik ook wel zo moeilijk aan hoor. Ik kan niet eens dit doen. Oké, lekker. Ik dacht, misschien moeten we het opdelen in boven en onder. Oh ja. En dan gewoon zo'n klemmetje. Ja, ik heb hier stukjes vliegen. En dacht ik dan, toen gewoon lekker van moes, wordt het lekker donker. Ja, beter gewoon als te veel moes. Als we dat doen, doen we dit goed, hè? Ja. Goed schudden stond er. Oh ja. Oké, okay, moet ik het opdelen? Ja. Boven en onder. Hoe slaat het oranje uit? Ja, ja, net zoals net zoals jou. Jongens, kijk even naar mijn wenkbrauw. Echt niet goed. Oké. Okay. Let's start. Oké. Okay. Are you ready? Ja, ja. Oh, het is ook niet echt heel donker op zo'n hoor. Oh, zo'n soort echt oranje. Het ziet er wel een beetje roze uit. Kijk dan. Is dat niet de kleur die het hoort zo? Nee, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Okay. Dat het lekker doordringt. Maar is het niet erg dat je haar dan... Moest je niet even een handdoek zo doen? Nee, want het shirtje wel even kapot, weet ik wat. Ik ga lekker veel doen hoor. Ja. We hebben toch genoeg bussen. Oh, het ruikt wel lekker. Maar goed dat we die andere niet hadden gedaan. Want die blijft volgens mij dus echt lang zitten. Dat zijn Rosa. Die wouden we eerst doen toch? Ja. We kunnen ook, als we de moes erin hebben, gaan met een borstel erdoorheen. Ik ga denk ik echt die hele... Ik denk dat we er wel 2 nodig hebben hoor, Fleur. Want... Ja. Maar ik zie ook helemaal niet of het nou goed erin zit. Want het is een beetje, het is doorzichtig als het niet haakt. Straks doet het helemaal niks. Nee, maar even serieus, kijk even. Ik moet naar beneden spuiten. Oh, en dan komt er veel meer uit. Kijk. Kijk ook, als je het zo ziet. Maar er komt wel kleur vanaf. Ja, maar ik zie het niet in je haar nu zitten. Misschien duurt het langer voordat het... En toen ik die zwart was. Anders ga je er meteen naar de kruid wat. Dan wachten we die donker nog. Zeuren. Oogmassage. Want ik vind het maar ook wel een rare kleur. Ik zou dit meer verwachten voor blond. Of donkerblond of zo. Maar kijk, het hoort wel op je handschoentjes. Ja, ja, iets donker. Ja, ook hier zo bij je duim. Zie je? Ja. Oké. Okay. Moet gewoon... Wat een flop als we straks niks zien. Dan ga ik echt naar de kruid. Videoveld. Ik ga gewoon die hele bus onder doen, hè? Ja. Oh ja, het ziet er nu wel donkerder uit, trouwens. Echt? Ja. Oh ja. Oh ja. Is dat een leuke Oh ja. Ja. Leuk. Even maar jullie met je oren. Ik denk wel nu dat het overal niet vindt. Ja, toch? Dat denk ik ook wel. Even één keertje dan. Voor zeker.
Maar we moeten dus gewoon aan de lucht laten drogen, maar we kunnen straks ook een beetje gaan veunen. Ja. Dat het wat sneller gaat. Ja, want bij mij duurt het echt, ik zweer het. En ik moet het echt stijlen nog hierna. Ja. Anders ben ik echt een schaapje. Oké, nog even de onderkant houden. En dan is het wel goed. Kunnen we ook een keertje ons haar roze verven? Ja. Ja. Qua plastic. Ja, oké. Okay. Oké. Moet ik de bovenkant nog maken? Ja. Oh, ik zit in je oor. Wauw! Oh my god, het is kijk hoe donker! Ik had het nog helemaal niet gezien. Het is echt heel donker voor me. Jij zegt ook, nou, ik zie echt niks hoor. Maar dit zou jou wel leuk staan. Ik zie er echt heel bleek uit. Is dat nog steeds pas de eerste bus? Ja. Waar, hè? Lekker. Ergens wordt... Ja, ik wil niet je bang maken of zo, maar het is ook wel een beetje oranje. Ja, echt. Draai je eens om. Oh, wacht, dan kan je nou iets zien op de kant. Ja, ik heb wel een foto van je. Ik wacht, zullen we een foto maken? Ja, oké, ik doe van achter. Het is een beetje oranje. Hier? Wacht, meer naar onder. Daaronder. Meer, ja. Klinkt goed. Oh, ja, maar je hebt... Oh, je ziet wel een beetje oranje. Maar je moet het met flits, want dan zie je het beetje op je hoofdhuid. Een beetje oranje. Wacht, ja. Zie je? Raar, hè? Team changers. Die denkt, wat doe jij? Maar wel goed dat ik meerdere bussen, want jij hebt sowieso meer nodig. Ik heb er denk ik wel twee nodig. Maar ik ga echt heel veel lekker in de rond. Oh, wat erg. Oké, dat kan ook niet. Wacht, nee, ik wacht gewoon. Ik doe die kou gewoon even hierin, ja? Ja, natuurlijk. Lekker charmant op de vloggie. Heb ik een bruine mond? Nee. Oké, ja, sowieso wel. Had je al? Oké, zou ik die hand wel eens heel klein beetje uitknijpen? Het wordt echt bruin, kijk! Ja. Mijn haar gaan we nu laten drogen. Ik zou jou echt mooi staan, maar jij hebt ook een mooie bruine ogen. Ik niet. Bij mij staat het echt raar. Ja. Ja, het is vast een hele klitten. Maar ik ben benieuwd wat voor soort bruin het wordt. Of het een beetje assig bruin wordt. Of ja. Echt lekker bruin. Ik hoop die in van de foto die je had gestuurd. Ja. Dat vond ik echt heel mooi. Maar ja, het zal wel niet. Wow. Oh my god, kijk hoe donker. Oh ja. Het ruikt wel echt lekker, hè? Ja, hè? Oké, ik ga mijn haar in deze hand wikkelen. Ik had het op terug en wat. Ja, want anders dan stoot je dadelijk ergens tegenaan. Oh, je vergeet het natuurlijk. Straks ga ik jouw haar verminken. Je hebt zo mooi haar. Ik weet me echt niet. Weet je, het is maar goed dat ik het gewoon nu doe. Want anders blijf ik altijd nieuwsgierig. En dan ga ik het waarschijnlijk een keer gewoon permanent doen. Oké, mag je daar eens? Ja.
Zit er weer nieuw rit in? Ja, dat bedoel ik. Ik kan blijven kammen. Nou, maar jij wordt het wel best wel gauw gelijk bruin, hè? Echt? Is niet erg als je tussen je komt? Nee. Straks wordt het bij de een of zo juist heel mooi. Ja. En bij de ander wordt het ook ja, mijn. Ik ben sowieso weer die oma. Nou, aan mijn hoofd te zien, word ik ook goed over. Maar dat is denk ik gewoon je hoofdhuid. Die gewoon verkleurt doordat. Ja, dat kan. Kijk, oh, mijn arm. Niet uitvallen. We gaan ons haar veulen en ik ze stijlen en dan gaan we kijken. Oh, je ziet het echt gewoon. Ik wil het echt doen, ze meest zien hoe het kan. Het is wel echt. Laat zien, laat zien. Nee, je moet de achterkant laten zien, leuk. Het is echt oranje kleur. Wat erg. Er is geen verschil. Het is echt oranje. Maar het kan zijn omdat ik het niet. Kom eens, ik ga het filmen. Wacht, draai eens. Kijk, je moet naar de gelijk kijken. Oh ja, nu wel. Oh. Kijk op camera. Wat erg. Kijk, maar we zullen maar altijd liever zwart. En dit is helemaal niet. Dit is gewoon dood. Zo, ik ga er zo eens echt zo lekker aan. Dan had ik liever zwart haar. Zoals je kunt zien is haar echt heel erg ontploft. Maar we gaan even een uitleg geven. Het voelt dus echt aan als touw. Fucking touw. Met vet erin of zo. Het voelt precies als dit. Je weet ja. Wel, als je naar het strand gaat en in de zee hebt gezwommen of gewoon niet eens. En na het strand voel je aan je haar. Zo vies dood touw. Ja. Daar maar ik ga zo meteen uit even. En als ik nu mijn haar ga stelen, dan staat het echt allemaal zo recht overeind van de doodheid. Dus ik ga zo meteen mijn haar weer wassen en er even heel veel conditioner in doen. En hopen dat het niet meer zo touw wordt. Maar ik wilde wel eventjes het resultaat aan je laten zien voordat ik mijn haar ging wassen en zo. Maar we gaan wel echt een 2.0 maken, want ja, dit is oranje. Eigenlijk echt oranje. Oké. Okay. Ja, je moet het even zo laten. Kijk dan. Maar kijk, als je het zo ziet. Ja, het is gewoon. Dit is echt kastanje, zeg maar. Ja, dus we gaan nog een 2.0, maar dan met zwart of zo. Maar wilde we dus. Doe ik zou deze niet aanraden. Welke was het? Donkerbruin? Nee, middenbruin. Ja, middenbruin. Ik zou maar kijk, ja, mijn haar gaat het voelt gewoon echt als touw aan. Ja, echt. Het is zo dik en. Het staat ook echt niet.
Hi! Dus ik ga nu lekker mijn haar wassen zo meteen. Want anders kan ik echt niet uit eten. Zo. Nee, dat kan echt niet. Morgen in de spa. Maar ik ben benieuwd of het dan na één keer was ook echt wel minder is. Misschien wordt het dan, kleurt het dan wel mooi terug. Of misschien wordt het dan oranje juist nog meer. Ja. Bij mij is het echt oranje op beeld, hè? Bij mij lijkt het wel donker op je beeld. Als je dichterbij komt. Misschien als ik eens een keer een staart aan de lucht doe. Oh, kijk hoe dik mijn staart. Nee, dat geen verschil. Maar ik vind het bij jou nog wel leuk staan op zich, hoor. Sommige plukken zijn een beetje asblond. Hmm. Nou, of een beetje oranje. Ik vind het niet zo mooi, maar bedankt. Ja, volgende keer gaan we dus donkerbruin. Of zwart. Of in ieder geval een ander merk. Ja. Als je nou een ander merk weet, laat even zien. Ja, alsjeblieft. Oké. Oké. Doei. Doei. Tot de 2.0 versie.